Noord-Holland bij Den Helder op de Zanddijk. Surveillante Toon en Kees zien een snelle motorrijder naderen en besluiten de achtervolging in te zetten. Maar de bocht is zo krap dat Toon noodgedwongen een keertje moet steken. En dat leidt direct tot een agressieve reactie van de achterliggende bestuurder die naar de agenten spuugt. En dat had hij beter niet kunnen doen. Normaal, joh. Normaal. Hey, je moet niet spiegelen naar een politieagent, hoor. Hey, dan ben je niet goed bezig, want dan krijg je een print van me. Hey, je gaat er niet meer op de weg staan. Ik maak even een foutje, mag dat? Ja. Moet je niet gelijk zo opgewonden doen, jongen. Dan zal ik eens opgewonden doen. Ja, en dan? Zullen we eens kijken wat er dan gebeurt? Deze bestuurder is knap bij de hand, maar dat zal hem nog opbreken. Mag ik even je rijbewijs? Dat je naar me spuugt, dat slaat totaal helemaal nergens op. Zal me even legitimeren? Ja, ik heb geen rijbewijs bij me. Ja, zet de auto maar even aan de kant. En dan blijkt dat deze druktemaker beter zijn grote mond had kunnen houden. Goeiedag. Ja. Kees van der Groef, politie Noord-Holland-Noord. Wou graag even uw rijbewijs zien. Dat heb ik niet. Heeft u niet? Nee, ik ben een stukje van aan in de auto. Oké, maar heeft u in het geheel geen rijbewijs? Ik heb in het geheel geen rijbewijs. U heeft geen rijbewijs? Oh, oké, okay. Goed. Hij is een geheel geen rijbewijs. Nee. Hij heeft geen rijbewijs. Nee, ik reed een stukje van aan in de auto. Ja. Rijlesje gehad? Ja. Dat wel. Ja. Je bent wel een opgewonden standje, hoor. Ja, dat ben ik ook. Jongen. En dan moet je nog je rijbewijs gaan halen ook. Er zijn wel eens mensen die maken wel eens een foutje. Wij wouden achter een motorrijder aan, die hier tegemoet kwam. Ja? En ik wou hier keren. En ik maak een foutje en ik kon niet in één keer draaien. Ja? Nou, dan sta ik en dan moet ik even een keer achteruit. Ja, ik rijd bijna tegenaan, dus ik schok er een beetje. Nou, ah, je moet gewoon remmen dan. Maar goed, als je de les remmen nog niet gehad hebt, dan wordt het lastig. Dat begrijp ik ook wel. Nou, je mag in ieder geval uit de auto weer op je rijbewijs. Dan krijg je in ieder geval een bekeuring voor. Je rijdt zonder rijbewijs. Ja? En dat spuren, jongen, dat moet je echt niet meer doen. Want dat vind ik zo vervelend. Maar die krijg je straks terug. Maar eerst even wat noteren. Gegevens en dan is het klaar. U heeft wel een rijbewijs bij u? Ja. Dan wou ik die graag ook even zien. Oké. Okay. Goed, nou, wordt even plaatsie wisselen. Okay. We kunnen nu gewoon gaan. Nee, wacht nou heel even. Want ik heb geen zin om gesprek met mijn collega is nog bezig. Meneer Tam, alsjeblieft. Ja. Rustig aan, verder gedragen een beetje. Voor iemand die niet eens kan rijden, heeft deze man redelijk veel babbels. Maar dat zal hij wel afleren zodra de officier van justitie zich over deze zaak heeft gebogen.